Dus ik was meteen gewonnen om mij te lenen om op een creatieve manier de inhoud van de clip te vertellen en dan ook een officiële opening daarvoor te doen. Ze hebben me echter wel dit jaar aan het werk gezet, wat ongewoon voor een burgemeester. Dus vandaag dat ik al meteen mijn jas ga uitdoen en er ook voor ga zorgen dat we dat werk onmiddellijk kunnen starten. Het is een bedrijf wat gevestigd is in de Krip, namelijk Lugus, dat eigenlijk in een nieuwe technologie, Leap Motion, er is net al over gesproken door een van de pitchers, heeft ontwikkeld voor mij, maar ook voor anderen, om in dit geval een presentatie mee te geven. En ik wil u dan ook duidelijk maken dat we dat gaan proberen. Nu, ik heb nogal veel vertrouwen in Lugus en in technologie, dus ik denk wel dat dat ook gaat lukken. En ik wil u even tonen dat mijn vingers herkenbaar zijn. U ziet ze hier, 5, 4, 2, 3. En op die manier ga ik ook proberen een presentatie te bedienen en u eigenlijk aan de hand van een aantal hoekstenen uit te leggen wat de C-Mind Clip is en hoe we die dan ook officieel zo dadelijk gaan openen. Ik ga dat doen door een aantal elementen te vertellen die eigenlijk de hoekstenen vormen van onze Crip, van onze C-Mind Crip, die we hier samen hebben gerealiseerd. En zoals we dat doen, moet ik ook wat kleuren. Mijn kinderen doen dat graag op de iPad, ik doe dat graag met mijn vingers. En ik probeer op die manier ook een aantal zaken duidelijk te maken. Als we het over de C-Mind Crip hebben, dan hebben we het natuurlijk over een begrip wat ontzettend belangrijk is in Limburg. Het Zalk spreekt daar ook van. En iets wat we absoluut moeten verder verstevigen hier in onze provincie, in onze regio en in Genk. En dat begin is een gekend begin, namelijk entrepreneurship. En entrepreneurship met rolmodellen, met mensen die dat kunnen doen. We moeten de bedrijven in onze Crip eigenlijk het gevoel geven dat ze er niet alleen voor staan en dat we eigenlijk samen voor dat entrepreneurship moeten gaan. U weet of u weet niet, maar toen we in Silicon Valley waren een paar maanden geleden, heb ik iets belangrijks geleerd wat we eigenlijk allemaal weten, maar waar we soms overheen kijken. Falen mag. Oefenen mag, ook in ondernemerschap. En die sfeer, die mogelijkheden willen we zeker met de Crip ook naar de toekomst bieden. Maar entrepreneurship kan natuurlijk niet alleen staan en we moeten dan ook kijken hoe we dat verder laten gaan. En voilà. Als ik verder kijk naar de hoekstenen van de Crip, dan is het ontzettend belangrijk dat we inderdaad van dat idee tot effectieve marktrealisatie ook realiseren bij ons in de Crip. En dat kunnen we doen door een ecosysteem op te zetten. Dat kunnen we doen door ervoor te zorgen dat inderdaad die bedrijven mogelijkheden krijgen om zichzelf te ontwikkelen. Een prachtig ecosysteem met vele partners. iMinds, het innovatiecentrum, maar ook onze Microsoft Innovation Crip, Venture Capital via LRM of andere. En dat brengt ons tot incubatie en acceleratie. Een belangrijke hoeksteen die we nodig hebben in onze Crip om ervoor te zorgen dat die bedrijven die zich vestigen hier en in de regio ook effectief verder kunnen groeien naar de toekomst. En dat brengt ons tot een van die derde belangrijke pijlers. Want laat ons eerlijk zijn, we kunnen een heel mooi gebouw zetten, maar wat hebben we nodig om ervoor te zorgen dat in dat gebouw er ook echt iets leeft? Dat er die broedplaats is die we nodig hebben. En dat kunnen we doen door activiteiten te organiseren. Inspirerende activiteiten die we organiseren in de Crip. Voor partners, maar eigenlijk ook voor doelgroepen. Studenten, crossovers naar anderen en op die manier eigenlijk heel wat mensen bij elkaar brengen in netwerkactiviteiten, in activiteiten rond entrepreneurship en dergelijke meer. Vooral moeten ze inspirerend zijn om dat ook effectief te laten slagen. U ziet dat we met het stimuleren van entrepreneurship, met incubatie en acceleratie, met inspirerende activiteiten eigenlijk heel belangrijke hoekstenen hebben voor de toekomst. Maar dat is natuurlijk niet voldoende om die Crip ook echt te laten leven. En het is al verteld vandaag de dag, die visie rond C-Mind is ontzettend belangrijk. Die visie waarin sectoren elkaar bevruchten. Waarin sectoren via kruisbestuiving er eigenlijk voor zorgen dat ze sterker worden. En dat kan gaan van oude industrieën met nieuwe industrieën. Dat kan gaan van kruisbestuiving tussen mensen. Dat kan gaan van kruisbestuiving tussen de vier pijlers hier op C-Mind. Maar bovenal zijn die crossovers ontzettend belangrijk om ervoor te zorgen dat we die kruisbestuiving ook effectief realiseren bij ons op de Crip.
En op die manier kunnen we bouwen aan die toekomst en kunnen we bouwen om ervoor te zorgen dat dat ook werkelijkheid wordt. U zal zo dadelijk zien dat als u de Crypt bezoekt, en het is een heel mooi gebouw, dat daar heel vele mogelijkheden zijn. En dat is ook belangrijk. Het is vandaag al aangehaald in een aantal toespraken, in pitches, dat het heel belangrijk is dat mensen zich kunnen thuis voelen. En ze doen dat in flexibele infrastructuur. En als we flexibele infrastructuur hebben, zoals we dat hebben in de C-Mind Crypt, dan spreken we over een creativity loft. Dan spreken we over coworking plaatsen. Dan spreken we over flex offices. Maar dan spreken we ook over een demo-ruimte waar iedereen eigenlijk zich kan uitleven om te tonen wat hij heeft gerealiseerd. Maar bovenal spreken we van een ruimte waar mensen elkaar kunnen ontmoeten, waar ze zich thuis vinden, waar het wat leuker is om te vertoeven en waar ze vooral elkaar kunnen helpen om creatief en innovatief te zijn. Dames en heren, 5 hoekstenen waarop C-Mind Crypt gebouwd is. 5 hoekstenen die we hier tonen en waarvan ik er overtuigd ben dat als we ze goed samenbrengen, ze mee kunnen helpen om, zoals zo net ook gezegd, die nieuwe creatieve economie in onze regio ook werkelijkheid te maken. Maar als ik dan even ga kijken wie zijn die bedrijven, dan wil ik ze graag toch even aan u voorstellen. Want een 20-tal bedrijven hebben zich ondertussen al gevestigd op deze C-Mind Crypt en op deze site. 20 bedrijven die, en ik toon u even de logo's, die eigenlijk een hele mooie mengelmoes zijn. Bedrijven in animatie, in gaming, in decorbouw, ondersteunende activiteiten, design, noem maar op. Je treft ze hier allemaal aan en ze vormen eigenlijk een heel mooie basis om ontzettend veel dynamiek te veroorzaken en om dat ecosysteem ook effectief te realiseren. We zijn bijzonder verheugd dat ze vandaag al gekozen hebben om zich hier op de site te vestigen. U doet ze eigenlijk een ongelooflijk plezier met straks even langs te gaan bij die bedrijven. Ze hebben inspanningen gedaan om ervoor te zorgen dat u kan zien wat ze doen en u bent van harte welkom tijdens de receptie om de verschillende kantoren, zowel hier als ook op de locatie van De Chevaux, te gaan bezoeken en daar te gaan kijken wat die bedrijven ook werkelijk betekenen. Dames en heren, goede vrienden, ik wil dan nu ook eigenlijk iemand naar voren roepen om mij te helpen. Want ja, ik kan dat natuurlijk ook niet alleen doen en ik kijk dan naar de voorzitter van LRM, Hugo Leroy, die ik graag even mee naar voren roep om samen officieel het lintje te knippen. En normaal gezien doe ik dat met zo'n echt lintje, u kent dat wel, het logo van Stad Genk daarop of LRM en knippen we dat door. Vandaag gaan we echt proberen om dat ook virtueel te doen. En ik denk, Hugo, dat we dat samen gaan doen. Je mag dat ook proberen, ik wil dat proberen. Het laatste werk is niet zo zwaar natuurlijk, ja, en dan kunnen we dat doen. Dames en heren, LRM en Stad Genk hebben ervoor gekozen om de C-Mind Crypt samen te realiseren. En ik stel voor dat ik probeer de schaar boven te halen. Mag ik en dan moeten we kijken of de schaar ook effectief verschijnt. En ze gaat komen. Voilà. 3, 2... Voilà, de C-Mind Crypt. Opent zijn deuren vanavond. Alle bedrijven die op deze C-Mind zitten.